vandaar Open Tuinendag. Inmiddels alweer de derde keer. Ja. We hebben een vol programma met muziek, lezingen. Mooi. Vlinders en bijen. Ja. We hebben een stoelmasseur, dus je kan de spiertjes losmaken. Kijk. Ga misschien straks zelf ook nog even naartoe. Ik wou net zeggen, dat zou jij nodig hebben, want het is wel bikkelen, hè, Jos? Klopt, het is, het is bijna 24/7 nu met dit weer. Ja. Hoe hou je het allemaal levend? Dat is nu wel een uitdaging. Ja, precies. Stel je voor, je bent een reekalfje en je ligt ergens verstopt in het bos en je wilt drinken bij je moeder en je moeder is weg. Weet je wat dan een reekalfje doet? En dan weet die moeder, en dat geluid, dat noemen ze fiepen. En dan doet die moeder ook en dan weet, mijn moeder komt eraan. Ik ben vandaag verteller. En ik ben Kees en ik hou heel veel van de natuur en ik hou van bloemen en ik hou van bijen en ik hou van mensen. En ik wil heel graag weten waarom nou een bloem een bloem is en hoe dat gegaan is. En een bij een hommel een hommel. En daar heb ik een verhaal over bedacht. En dat wil ik jullie vertellen, als jullie dat leuk vinden. Het is best een leuk verhaal, want je kan erin meedoen namelijk. Hè? Maar er is nog iemand. Dat is de wetenschapper. Die zegt altijd of iets klopt of niet. Eetbare planten in je tuin. Ja, precies. Dat is uw specialiteit. Nou, eigenlijk, ik heet de Wilde Margriet. De Wilde Margriet? Ja? Ja, de Wilde Margriet. Waarom de Wilde Margriet? Omdat de Margriet is de Deense nationaalbloem. Ja? Komt uit Denemarken. Ja. En de mooiste route in Denemarken is ook Margrietroeten. Oké. En het landschap van... En wat brengt een Wilde Margriet naar Nederland? Liefde. De liefde. En ik ben hier nog. Gebleven. En ik ben hier nog. Ja. Ik ben een ecologisch tuinontwerper. Ja. En voornamelijk gaat het over de biodiversiteit voor de toekomst. Ja. De ecologische heel principes. Heel hard nodig. Het is heel hard nodig. Ja. Daarom heb ik ook, ik vraag mensen, hoe vaak moet je water geven? Voornamelijk hier nu met de klimaatveranderingen. Ja. En daar geef ik een antwoord op hoe je moet voornamelijk... heel goed aan de slag met de bodem, bodemverbetering en goede compost en mulch. Ja. En voornamelijk inheemse planten, ook hier van de glinstertuinen. Inheemse planten zijn ook heel bestendig tegen ook ziektes. Daar is veel belangstelling hiervoor, zeker hoe ga ik dat opbouwen. En het is ook op lange termijn onderhoudsvriendelijk. En ook hoef je minder water te geven, dat is ook de toekomst. Ja, dat we water vasthouden. Ja. Dus daar is werk aan de winkel. Even kijken of het er allemaal weer mooi bij staat. Ja, nou wat fijn, de kwaliteitskeuring. Hebben jullie, hebben jullie het allemaal voor elkaar gekregen zoals je gedacht had? Nou, ik ben er heel blij mee. Ja? Ja. Het binnenterrein is echt super gezellig. We hebben leuke kraampjes deze keer. Leuk. Dus hele leuke kinderactiviteiten. Ja.
Alles ligt klaar om heel veel insectenhotelletjes te maken. Kijk, kijk. Dus ja, wordt volgens mij een heerlijke dag. Een goede dag voor de tuin en de natuur. En vooral niet de koffie en thee vergeten met allemaal homemade gebak met spullen uit de tuin. Dus, het kan weer niet op. Het kan weer niet op. Nou, jongens en meisjes, bloemen hebben nectar, daar komen de vlinders van drinken en vlinders hebben een hele lange slurf. Dat is echt waar. Had ik toch gezegd, het klopt. Ja, ik wou het toch nog even zeggen hoor. Hey, tot de volgende keer en niet zo serieus kijken jullie. Nou, dank jullie wel voor de aandacht. Tot de volgende keer.